Een nieuw gezicht in de X-Ski League. Vital Borkemans is de nieuwe trainer bij Dender. Benieuwd of het brommertje de motor kan doen draaien. Een mooi debuut is het voor Borkemans. Meteen al naar de Bosuil voor een duel tegen Antwerp. Twee eindrondekandidaten tegen elkaar. Tenminste, dat was het doel vooraf. Het kan nog, zeker voor Antwerp, puur mathematisch. Maar dan moet er wel stilaan gewonnen worden. Zeker na die reeks van vier gelijke spelen op rij. De eerste belangrijke fase in dit duel komt van Dender met Banga naar binnen komen en op doel besluiten. En in de herneming ook nog de poging van de Meersman was het zwak afgewerkt. Niet binnen het kader. Hier is de volgende aanval al van Dender dat in het fluogeel aantreedt. Of dat nu mooi is of niet, laten we in het midden. Ondertussen de overtreding van de Vriese op Sanchez. De vrije trap, de Meersman en Van Trier. Stond erbij en keek ernaar. Geen reactie, aan de grond genageld. Maar we zijn aangenaam verrast door hetgeen wat Dender hier laat zien. En altijd die ruimte. 26e minuut en die gaat erin. Het is 0-1. Munyaneza, scherpe hoek. En die 0-1 voorsprong is dik verdiend. Want er staat maar één ploeg op het veld en dat is Dender. De nummer 12 in de X-Ski League. Ze hebben nog maar één keertje gewonnen dit seizoen op verplaatsing. Munyaneza mag doorgaan. En Van Trier opnieuw behoedt Antwerp voor een grotere achterstand. En Munyaneza laat hier toch wel wat liggen. De tweede helft. En nog altijd komt Antwerp er niet aan te pas. Schitterende doorsteekpas. De Meersman en 0-2. 0-2, Tim de Meersman. En nu wordt het wel heel moeilijk voor Antwerp om nog iets uit deze wedstrijd te halen. Maar wat een schitterende doorsteekpas van Banga. Zijn vierde doelpunt van het seizoen voor de Meersman. Maar dan moet hij er wel af. Uiteindelijk dan toch eens Antwerp. Kemonje. En overgetrapt. Ook hij niet echt bezig aan een formidabel seizoen. Manu Kemonje, de hoekschop van Trier. Zoukanovic en voorlangs. Borkelman schrijft zich naar het gezicht. Nog eens kijken naar die kans. Zoukanovic in de volley. En een Golok stond nog klaar om binnen te koppen. Vrije trap voor Antwerp. Setti en het doelpunt. Sebastian Setti met de aansluitingstreffer. Komt vrij binnenkoppen. Het werd hem niet echt moeilijk gemaakt. En zo krijgen we toch nog een bijzonder spannend slot. Mollet geklopt en Setti voor het eerst dit seizoen aan het feest. Munyaneza is snel. Munyaneza sterk aan de bal. Munyaneza en 1-3. Het is afgelopen. Even nog wat spanning. Maar Munyaneza is veel te sterk en veel te snel voor de Antwerp defensie. 1-3. Een mooie opener voor Vital Borkemans. Met 1-3 gaan winnen op de Bosuil. Na die 1-2, I think we had prepared each. We had the best of chance for mine to mark it 2-2. And Vital has just said, look, we had the best of chance over all the match for that. Onze keeper had one to pack of van Dijk. My honor, the efficiency, my packs niks away from Dender. Ik blijf erbij. Dender is a good ploeg. Ik blijf erbij dat.